is 4-0 verloren tegen PSV in eigen huis. Laten we beginnen met de positieve dingen van het spel. Ik denk onder de tweede helft. Ja, ik denk dan moet je de tweede helft zoeken, ja. Kijk, je staat 4-0 achter in de pauze. Ja, en dan de kunst is natuurlijk om het dan in ieder geval iets voor elkaar te krijgen, waardoor de tweede helft weer enigszins op een goede manier voor de dag komt. En dat is inderdaad gelukt. Dus dat is het positieve. En daar zag je ook wel wat spelers gewoon echt goed tot hun recht komen op een plek waar ze stonden. Dus dat was het goede hieraan. Kan je een paar van die speelsters noemen? Nou, Chelsea Homan die ging een linietje terug. Die stond op 6 positie. Dat heeft ze niet eerder gedaan. En die stond te strijden. Pakte veel duels. Precies wat er de eerste helft misging, dat pakte zij met Kate naast, die ook aan het strijden was trouwens. Pakte er hartstikke goed op. Dus dat is echt zo'n dingetje wat je er dan uit kan halen. En dan de tegendoelpunten vallen allemaal in een kwartier vlak voor rust. Wat gaat daar fout? Ja, het laatste kwartier komt het eruit. Maar het eerste half uur was het ook niet goed. Dus het was gewoon heel die eerste helft. We waren overal te laat. We hielden geen druk op de bal. We hielden de bal niet in de ploeg. Eigenlijk alles wat we ons hadden voorgenomen, deden we niet. Ja, en als je dan tegen PSV speelt, die natuurlijk heel veel kwaliteit op het veld hebben lopen. Ja, dan krijg je dit. Dus dat ze dan het laatste kwartier vallen, ja, dat is heel vervelend. Maar zo'n 45 minuten gewoon echt niet goed genoeg. Hoe pep je dan je team op in de rust als je met 4-0 achter staat? Ja, wel heel duidelijk gemaakt dat als je niet 200% geeft tegen PSV en overal te laat komt, dat je dan helemaal misgaat. Dus dat de tweede helft echt anders moest. En dat begrepen ze. Ja, dat was te zien. Nu op naar Telstar volgende week. Dan heb je als het goed is wat van je basisspeelsters ook weer terug. Ja, dus dat is prettig inderdaad. Dus dan is Linus weer terug, Mare is weer terug. Jara is, verwacht ik, er ook weer bij. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Dus daar moeten we het gaan doen volgende week.